We beginnen met 5 graden flaps en we geven vol gas. Als je het niet weet, is het net echt. De cockpit van Nico Weesjes lijkt tot in detail op die van de Boeing 737. We komen nu los van de baan. En hij heeft hem helemaal zelf gebouwd. Ja, dat is best leuk, ja. Want kijk, ik heb een bepaalde instelling. Als je iets doet, dan moet je het goed doen. En toen ik eraan begon, ik had geen idee waar ik mee bezig was. En lopende dat hele proces, begin je inzicht te krijgen. Maar dan wil ik het ook goed doen. Dan wil ik ook een cockpit bouwen zoals hij het echt ook eruit ziet. En ook echt ook werkt ook. En dat is gelukt. Knopje voor knopje maakte Nico na met informatie van het internet. En hij kan inmiddels op 23.000 vliegvelden landen en opstijgen. Kijk, dan komen de randmeren tevoorschijn. Vandaag gaan we naar Frankfurt. En het grote voordeel aan deze vlucht is dat we hem gewoon even op pauze kunnen zetten. Ik heb een rood knopje voor en dan houdt alles op. Geluid is stil, hij hangt stil in de lucht. Er gebeurt helemaal niets. Al 9 jaar werkt Nico aan zijn cockpit en hij heeft overal aan gedacht. Ladies and gentlemen, on behalf of Captain Nico Weesjes, we wish you a pleasant flight. Om het zo echt mogelijk te laten maken. Hoppakee, die komt ook uit een fokker. Die deur. Ook uit een echt toestel. Nico kan zelf instellen in wat voor weer hij vliegt, of het dag is of nacht en hoeveel mensen er aan boord zijn. Maar hij zit niet elke dag in zijn cockpit. 2 keer in de week. Kleine vluchtjes. Maar even een beetje gas geven, anders gaan we de grond in. En zo kun je natuurlijk als virtueel piloot dingen doen die een echte piloot absoluut van zijn levensdagen niet mag doen. Want dan is hij echt zijn brevet kwijt. En wij kunnen dat straffeloos lekker genieten, een beetje zwalken zo. Helemaal klaar is de cockpit nooit. Er valt altijd nog wel iets te sleutelen. Deze moet ik nog helemaal aansluiten. En dat is nog een heel werk, dus ik ben nog wel een paar jaar zoet.